De plankaards worden op sociale media regelmatig bestookt met kritiek. Velen vinden dat ze morsen met ons belastingsgeld. Dan gaat het dikwijls over dat we te veel verdienen, vertelt Eddie Plankaart in Dag Allemaal. Maar daar is het helemaal niet mee eens. Wij werken elke dag voor onze boterham en uiteraard is er een vergoeding voor de opnames van Château Plankaart, legt Eddie uit. Gelukkig kan hij wel omgaan met die kritiek weegt niet op tegen de voldoening die ik ervaar als we op zondagavond meer dan 1 miljoen mensen weten te boeien met onze avonturen, aldus Eddie. Maar kritiek op zijn familie wil hij niet meer horen. Daar heb ik het moeilijker mee, vertelt Eddie. Hij geeft ook nog een voorbeeld, zo raakte zijn dochter Stefanie op 16-jarige leeftijd zwanger, iets waar velen toen heel wat kritiek op geuit hebben. Toen Stefanie zwanger was, werden wij van alle kanten marginalen genoemd, vertelt Eddie openhartig. Gelukkig kreeg hij de verwijten nooit persoonlijk te horen. Als iemand dat in mijn gezicht zou zeggen, ligt hij in de kliniek, aldus Eddie.